Vandaag gaan we wat Lego-filmpjes maken. En ook wapens. Ik bedoel alleen maar wapens. Ja, echt. Nummer 1. Dit is wat je allemaal nodig zult hebben. Als eerste doe je dit. Zo maak je het dus. Het zwarte rondje zet ik op het geweertje. Stap 2. Je zet de horizontale klem erop. Stap 3. Je zet er weer een rondje op, alleen dit keer is het de grijze. Stap 4. Je drukt het zwarte rondje in het grijze gat. Stap 5. Je drukt het lightsaber handvat in de horizontale geklem. Uitkomst van het geweer. Dit is het geweer dat je uiteindelijk moet zien. Nu het volgende geweer. Dit zijn alle spullen die je nodig hebt. Stap 1. Je drukt het grijs rondje op de achterkant van de megafoon. Stap 2. Je zet de lange stok op het megafoon met de grijze ding erachter. Stap 3. Je zet het rode ding onder het blokje met het kruis, met het kruisige rondje. Ik heb nu even rood gedaan. Die kon ik het snelst vinden, dus heb ik het even gedaan. Stap 4. Je zet het kastje zo op het pijltje. Ik heb hem door het kruisje heen. Dus dan wel, anders staat hij gewoon stevig. Stap 5. Je zet het zwarte ding op het stokje. Eindresultaat. Deze staande sniper. Mooi, hè? Volgende pistool. Van Lego. Dit is wat je er allemaal voor moet gebruiken. Stap 1. Zet dit dingetje op het kruisje. Stap 2. Druk deze er ook op, zodat het net lijkt alsof je een soort ding van een machinegeweer hebt. De stok. Stap 3. Je zet de stok in een blokje. Ik heb het zo gedaan. Bij mij zit er namelijk een gaatje in. Stap 3. Ik wil. Stap 4. Zet er een ander blokje onder. Dit is gewoon een gewone. Want daar hoef ik niks meer op te zetten. Dus. Stap 5. Zet de horizontale klem boven op de twee blokjes en de stok van het machinegeweer. Stap 6. Doe het stuurtje erop. Alleen ik had per ongeluk de horizontale klemfout gezet. Dus je moet hem gewoon omdraaien. Hoor, voor de mensen die kijken. Stap 7. Zet het licht gekleurde dingetje eronder. Eindresultaat. Een staand machinegeweer. Ja, ja. En nu het volgende geweer alweer. Daarvoor heb je dit allemaal nodig. Stap 1. Je drukt de bovenkant van zo'n brandblusser. Druk je op het gaatje in dit ding. Ja, ziet iedereen het? Mooi. Stap 2. Zet het handvat van lightsaber op het uitstekende stokje in dat fakkelding. Stap 3. Zet die grote buis op het lightsaber uiteinde. Eindresultaat. Dit is, als het goed is, wat je nu ziet. Ja, ja. Het volgende ding alweer. Maar dit is geen pistool. Dit is wat je nodig hebt. Stap 1. Druk het blokje met drie knoppen op het stok. Op de stok. Stap 2. Druk een wit ding op de achterkant van het blokje. Stap 3. Zet het rode ding, lichtgevende ding, achter op het witte knopje. Stap 4. Zet het andere witte knopje op het andere knopje van het ding. Stap 5. Zet zo dit witte blokje
op het witte nopje. Stap. Eindresultaat. Dit is het eindresultaat, want het was dus geen geweer, het was een hamer. Ja, ja, en nu het volgende ding alweer. Dit is ook geen geweer of pistool. Dit heb je nodig. Stap 1. Druk het eerste blokje zo in een van de gaatjes. Stap 2. Doe hetzelfde bij die andere, alleen dan aan de onderkant. Zie je? Stap 3. Ik zet het stokje tussen de twee blokjes in. Eindresultaat. Het was geen wapen, dus wat was het dan uiteindelijk? Het was een schild. Die poppetje gewoon vast kan houden. En nu het volgende geweer alweer. Dit heb je allemaal nodig. Stap 1. Druk het zwarte stokje op het kruisje. Na half kruisje. Stap 2. Zet het andere hand vast aan de andere kant van het halve kruisje. Stap 3. Zet het kruisje in een van de handvatten, zodat het stevig vast zit. Eindresultaat? Een kruisboog. Bouw, bouw. Alweer een nieuw geweer. En dit was de laatste. Dit is alles wat je ervoor nodig hebt. Stap 1. Zet deze op de achterkant. Stap 2. Druk het rondje op de voorkant van het pistooltje. Stap 3. Druk het zwarte ding op het knopje. Stap 4. Zet het rode knopje op de achterkant van het zwarte ding. Nou, dit was het alweer. Tot de volgende keer.